geen toegang vanwege je afkomst of niet naar binnen kunnen vanwege drempels. Uitgaan is nog lang niet zo inclusief als het zou moeten zijn. Lekker op een terrasje zitten of onbezorgd een dansje wagen in de club. Bijna elke jongere doet het wel eens, maar toch is het niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Inclusiviteit tijdens het uitgaan is vaak nog een onderbelicht thema. Zo zijn zeker niet alle horeca rolstoelvriendelijk en worden bezoekers met een niet-westerse uiterlijk nog te vaak de toegang ontzegd. Hoe ziet inclusief uitgaan er voor jou uit? Met die vraag gingen de jongere afdelingen van GroenLinks en Partij van de Arbeid donderdagavond het uitgaansleven in. Niet toevallig op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Voorbijgangers mochten hun antwoord op een canvas schrijven en een kleurrijke handafdruk achterlaten. Nou, we doen dus deze verfactie. Mensen kunnen, als ze willen, kunnen ze hier naartoe komen en hun hand op het doek zetten. Daarbij schrijven hoe zij inclusief uitgaan voor zich zien en mogelijk welke drempels dat zij, waar ze tegenaan lopen. Verschillende kleuren dienen ook als een diversiteit. De handen zijn een beetje de afdruk van iemand die kan gaan om de ervaring die iemand heeft of wat dan ook. En dan daaroverheen die ervaring ook in tekst opgeschreven. De animo voor de actie komt langzaam op gang en steeds meer voorbijgangers laten weten zelf ook wel eens te maken hebben gehad met discriminatie in het uitgaansleven. Regelmatig meegemaakt, wel echt serieus, als ik met vrienden in de rij sta. Jongens met een kleurtje. Ik ben zelf natuurlijk een witte jongen, bewaking is wit. En dan een donkere jongen die dan wordt geweigerd. Dan schaam ik me eigenlijk voor dat zij worden geweigerd door een witte persoon. De hoop is gevestigd op ondernemers die vaak al op simpele manieren het uitgaan inclusiever kunnen maken. Denk aan beter deurbeleid, waarbij mensen niet gediscrimineerd worden op basis van kleding, huidskleur of wat dan ook. Maar ook bijvoorbeeld de letterlijke drempel aan de deur. Bijvoorbeeld mensen in een rolstoel gaat het dan over. Toch lijken bezoekers vaak wel eensgezind te reageren op deze vormen van discriminatie. Ik heb het één keer gehad met een vriend van mij vanwege zijn afkomst. Dat het toen gedoe was aan de deur. Oh ja. Dus daar hebben we toen wel even een discussietje over gehad. In Utrecht mochten wij niet naar binnen in de clubs omdat wij op Arabieren lijken. En elke keer wordt het met een excuus of van ik heb verkeerde haarstijl of verkeerde schoenen aan of zo. Maar we hebben hieronder ook staan zoenen met wie ik wil. Het is ook vaak zo dat mensen misschien wat anders opkijken als een man met een man zoent ten opzichte van een man met een vrouw. En dat is ook discriminerend. Ja, ik val op jongens, dus dan is het sowieso al vaak als ik dan bijvoorbeeld in de Fuik sta of in een andere club, voel ik me toch niet helemaal op mijn gemak en ben ik gewend om toch liever naar een club toe te gaan die ik eigenlijk wat, waar ik wat bekender ben. Er wordt momenteel heel veel onderscheid gemaakt tussen een homobar en een, bijvoorbeeld een heterobar of wat dan ook. Ik zou het fantastisch vinden als ook homo mannen of homo vrouwen gewoon terecht kunnen in een hetero bar en dat er gewoon geen onderscheid wordt gemaakt tussen waar men op valt. De verkiezingen komen er weer aan. Deze keer wel het soort waar doorgaans maar weinig aandacht voor is. Namelijk de Europese verkiezingen. Op 6 juni mogen we hiervoor naar de stembus. Maar toch weten we maar weinig mensen wat het belang hiervan nu eigenlijk is. De inwoners van het dorpje Dreumel in West-Maas en Waal kregen donderdagavond bezoek van Europarlementariër Tom Berendsen. Hij zit namens het CDA in het Europees Parlement en zoekt de burger maar al te graag op. Als je goed beleid wil maken, wat we in Brussel proberen te doen, kun je dat niet doen van achter je bureau. Dan moet je dat doen door te snappen wat is de impact van het beleid op gewoon hele normale mensen en hele normale bedrijven. En betekent dat ik vandaag hier in de regio geweest ben, een aantal bedrijfsbezoeken, in gesprek met de ondernemers, de impact van Europese wetgeving. Nou, die kennis neem ik weer mee terug. Ja, en vanavond is ook bedoeld om het gesprek te voeren over wat ik doe in Europa en de vragen die mensen hebben over Europa. En dat zorgt er ook voor dat ik weer uitgedaagd word om die vaak complexe dingen waar ik mee bezig ben ook gewoon op een normale manier, een goede manier uit te kunnen leggen. Want als je het niet goed kan uitleggen, dan snap je het zelf ook niet voldoende. Nee. Berendsen legt deze avond graag uit wat het belang is van de Europese verkiezingen, in de hoop dat mensen op 6 juni massaal naar de stembus zullen gaan. Omdat er nogal wat gebeurt in de wereld. En met die 27 landen samen in de Europese Unie proberen we samen sterk te staan. En volgens mij is het heel belangrijk dat mensen bij de verkiezingen aangeven
hoe moeten wij samenwerken? Wat moeten we samenwerken en op welke onderwerpen moeten we samenwerken? En ja, iedereen heeft de kans om op 6 juni de gelegenheid om in ieder geval aan te geven welke richting moet het op. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het bezoek werd op touw gezet door Vrouwen van Nu en het CDA West Maas en Waal. Zij vinden het belangrijk om hun dorpsgenoten meer informatie te geven rondom deze verkiezingen. Want iedere stem telt, ook in het kleine Dreumel. En ik hoop dat ze ook allemaal gaan. Want de ervaring is dat iedereen wel landelijk stemt en provinciaal en zeker bij de gemeente. Maar ja, in Europa lang niet altijd. En het is CDA geworden omdat het iemand in mijn kenniskring zit. En dan zijn de lijntjes wat korter, want anders krijg je niet zomaar een Europarlementariër in Dreumel. Want het is natuurlijk maar een klein dorp. Ook Berendsen merkt dat er vaak negatief gesproken wordt over wetgeving van Europees niveau. Toch laat de CDA weten dat het wel degelijk belangrijk is om een sterk Europa te hebben. We moeten samen sterk staan in de wereld. Als je ziet wat Rusland aan het doen is in Oekraïne. De macht die China steeds meer heeft in de wereld. Het feit dat de Verenigde Staten, dat we daar ook niet helemaal meer op kunnen rekenen als het gaat om onze veiligheid. We zullen veel meer zelf moeten doen. Dat moeten we samen doen, want dan staan we sterk. Maar wat je samen doet, ja, dat moet ook wel werken in een dichtbevolkt land als Nederland. Dus dat betekent dat we ook heel kritisch moeten zijn op hoe werk je samen. Vanochtend was het dan zover. De kaartverkoop is gestart voor de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Vanaf 10 uur kon je online je kaart kopen of vanaf 12 uur bij het Goffertstadion. Dat zorgt al vroeg voor lange rijen. Voor nu kunnen alleen seizoenskaarthouders een ticket bemachtigen. De bekerfinale vindt plaats op 21 april in de Rotterdamse Kuip. En vanmiddag waren er al ruim 7000 kaarten verkocht. Het festival We Love the 90s, dat ieder jaar 1 augustus in het Nijmeegse Goffertpark plaatsvindt, verhoogt de ticketprijzen. Voorheen waren tickets vaak via een kleine omweg voor 1 euro te verkrijgen, maar de organisatie liep hierdoor tegen steeds meer problemen aan. Afgelopen editie werd daarom al geld gevraagd voor toiletgebruik, maar dat kwam de organisatie op veel kritiek te staan. Ik moet fucking 4 euro betalen om naar de wc te mogen. 4 euro? Ja, ja. Vanaf komende editie zijn de toiletten daarom weer gratis, maar zullen de tickets 15 euro kosten. Zo kan de organisatie alsnog grote namen op het adviesje zetten. Voor deze zomer zijn dat onder meer Paul Elstak, 24/7 en T-Spoon. Er is een oplossing voor de voormalige kerncentrale in Dodewaard. Het Rijk koopt de centrale voor een symbolisch bedrag van 1 euro en geeft de centrale vervolgens weg aan de Zeeuwse afvalverwerker Covra. Het bedrijf wordt dan verantwoordelijk voor de sloop. De kerncentrale in Dodewaard was de eerste kerncentrale in Nederland, maar is sinds 1997 niet meer in gebruik. De huidige exploitant had niet genoeg geld om het gebouw te slopen. De kosten hiervoor worden geschat op zo'n 347 miljoen euro. De sloop van de centrale gaat naar verwachting zo'n 10 jaar duren. De actiegroep Over Betuwe Overbelast heft zichzelf op nu de aanleg van de rail terminal bij Valburg definitief van de baan is. Is de actiegroep ook niet meer nodig? Zo zeggen medeoprichters Koos Nijssen en Jeroen Kolkman. Een feestelijke borrel deze vrijdagavond in Valburg is de laatste activiteit van de belangenvereniging die zich jarenlang verzet heeft tegen de komst van een overslagpunt voor containers langs de A15. Ja, en morgen is het Nationale Opschoondag. Op deze dag worden door het hele land acties georganiseerd om de straten op te ruimen. Basisschool De Peppel in Beuningen gaf vandaag alvast het goede voorbeeld. Leerlingen van groep 7 en 8 gingen zelf de straat op om afval op te ruimen. We hebben een zak gevonden en met gele vloeibare koeienstront. Nou, eigenlijk is vandaag de schoonmaakdag. Hè. Het is natuurlijk de Nationale Schoonmaakdag, dus wij doen er ook aan mee. En gelukkig hebben wij ook een thema dat erbij past. Voor IPC zijn we bezig met het thema milieu. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn dat we het vandaag ook gewoon kunnen combineren. Ja, een beetje deze buurt gewoon alle afval rapen en dan in vuilniszakken doen. En dan, zeg maar, dan hopen we dat we de gemeente Beuningen een beetje schoner krijgen. Afval prikken, dat kunnen ze wel. Maar wat weten de leerlingen eigenlijk ervan? En wat leren ze op school erover? Nog niet heel veel, want we hebben ook het thema over afval en klimaat. Bijvoorbeeld zonnepanelen ook. Nou, je kan bepaalde soorten dingen scheiden, zoals papier, plastic en GFT. En dat moet dan ook in bepaalde bakken. Kan door afval scheiden kan je nieuwe dingen maken, zoals recyclen dan. Bijvoorbeeld schoenen en alles. En als je afval goed scheidt, dan is het ook makkelijker om te recyclen.
Dat wij het thuis ook gewoon netjes scheiden. En dat we dat in de klas ook keurig doen. Want het keurig drie bakken hier staan. En dat hebben we thuis ook. En vertellen inderdaad, waarom is dat? En wat doe je er eigenlijk mee? En dan hangen we ook keurig zo'n postertje bij ons boven de prullenbak. Ja, dan neem je toch even door van wat hoort nou waar en waarom hoort het daarin. Ja, en kinderen horen natuurlijk vaak op tv dat het niet zo goed gaat met het milieu. Maar willen eigenlijk ook vaak weten, wat kan ik dan wel doen om een steentje bij te dragen? En dat proberen we ze eigenlijk een beetje mee te geven. Door het afval prikken houden ze de wijk schoon. Je komt er alleen wel de vieste dingen tegen. Ik zou het eerst in het gewone zak doen. Maar toen zagen we dus dat er geel vloeibaar spul uitliep. Dus toen zijn we... En toen moest Isis overgeven, omdat de geur echt heel erg smerig was. Ja. En toen wouden we de zak eigenlijk dumpen, maar toen dachten we, ja, het is schoonmaakdag, we nemen hem wel mee. Gelukkig zijn de Beuningse straten weer schoon en zit een middagje afvalprikken voor de leerlingen er weer op. Ja, in de loop van de middag kregen we vandaag alvast met de eerste regen van dit weekend te maken. En daar zal het ook helaas niet bij blijven. Het weekend zal in teken staan van wisselvalligheid met een komen en gaan van buien. Tussendoor laat de zon zich wel af en toe even zien, maar het voorjaar houdt zich goed verborgen. De temperatuur morgen blijft ook steken onder de 10 graden. De nieuwe week neemt de buiigheid weer iets af en gaat de temperatuur wat verder omhoog. Maar het echte voorjaarsweer met veel zon en aangename temperaturen laat voorlopig nog even op zich wachten. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 22 maart. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt altijd op onze nieuwswebsite rn7.nl. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update met daarin de beelden van de kaartverkoop. Sommigen hadden geluk, sommigen hadden pech. En maandag zijn we weer terug en dan zie je onder meer een verslag van het Straatmuziekdag in Druten die aanstaande zondagmiddag plaatsvindt. Ik zeg een heel fijn weekend en graag tot dan.